First Lady Melissa Santokyi-Sanachiri zegt tegenover Sanwa TV dat zij, als zij terug moet blikken naar het jaar 2023, dat het een jaar is geweest vol succes met betrekking tot projecten waarvan zij initiator is. 2023 moet ik zeggen dat het zijn uitdagingen kent, heeft gekend en kent. Maar zo is het leven. Het is wanneer je valt, hoe snel sta je op en waar vind je de kracht om door te gaan. En ik moet zeggen, ik ben blij dat we een aantal projecten hebben uitgevoerd met verschillende partners. Als ik zo uit het hoofd noem, is dat het schoolpakket project. Wij noemen het broodpakket project. Dat hebben we samen gedaan met de staat, met de overheid. Ik ben initiator. En wat achter dat programma staat, in het projectdossier vaststaat, is dat ieder kind, ongeacht hun locatie, dezelfde behandeling krijgt. En dat ze dat ook ervaren. Dus ook dat product moet exact hetzelfde zijn. Dus er is geen verschil tussen het product, dat broodpakket, wat men in Ikeri krijgt, of wat men in Wanica krijgt, of wat men in Paramaribo Para krijgt, exact hetzelfde. Komowene krijgt het, exact hetzelfde. Want er is geen onderscheid wat onze kinderen betreft. Onze kinderen, ze verdienen alles wat wij kunnen bieden. En ik ben blij dat ik een aantal ouders heb een steuntje heb kunnen bieden. En ik moet zeggen, in het projectdossier staat duidelijk. Dat is niet alleen dat het product kwalitatief hoogwaardig moet zijn en van dus een standaardisering landelijk. Maar ook dat de waardigheid en de trots van het kind centraal staat. Het moet niet zo zijn dat onze kinderen, want ik weet toen ik opgroeide dat we verlegen waren om iets te nemen als de staat iets aanbood. Ik moet zeggen dat we dat bereikt hebben. Dat ik nu ongeveer, laten we zeggen, we zijn nu in december en het project is vorige week afgesloten voor dit jaar. Dat we dat bereikt hebben. Onze kinderen voelen het ook. Ze hoeven niet voor de klas te komen om een sneetje brood te halen en het voor de klas wat voor pasta of wat voor smeersel is. Ze hoeven dat niet te doen. Ze worden niet uitgezonderd. Dat pakket of dat product met de kwaliteit zou je zo uit de schappen kunnen halen. En dan zien ze dat er heel veel aandacht is besteed aan het project, het pakket. En dat ze dan in ieder geval weten dat alles meegenomen is. Hygiëne, kwaliteit, versheid. Want het wordt luchtdicht verpakt. Ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt, want er zijn zoveel scholen. We zijn van een 5 districten gegroeid naar 7 districten. En nu gaan we naar 8 districten. En als alles goed zit, gaan we van 7.331 leerlingen naar 13.264 leerlingen. En dat is allemaal met het feit dat het succesvol is. Dat we de doelstellingen die neergepend zijn in het projectdossier. We hebben ongeveer een jaar over het projectdossier gedaan. En dat we zien dat de doelstellingen bereikt worden. Dat we het hebben behaald. En dat zie ik als sowieso een succes. En ben ik van hieruit in de gelegenheid om te zeggen van, we hebben groen licht gehad, maar de minister van Financiën moet even kijken hoe dat te financieren. We gaan van die 7.331 naar die voor komend jaar naar 13.264 leerlingen. Die we gaan voorzien van een schoolbroodpakket. En we hebben andere projecten gekend, Prani Ujjari, maar laten we dat allemaal, ik focus nu echt op wat we allemaal kunnen doen binnen 12 maanden voor 2024. Dus we komen met heel wat projecten, er is heel wat in de pijp. Oké, First Lady, u is zo een beetje gesproken over eigenlijk de groei van eigenlijk projecten vanuit uw zorg. Maar nog niet eentje die nu gaande is en een jaarlijks terugkerend evenement is natuurlijk het plein, kerst op het plein. Ons onafhankelijkheidsplein wordt omgetoverd en de omgeving. En dit jaar, wat heb jij opgemerkt? Wat is er dit jaar bij? Je bent niet geweest. Ik ben niet geweest, mijn collega's zijn geweest. Hij zegt het al, maar hij mag een carousel.
great. Het is nog nooit voorgekomen dat er een carousel daar is geplaatst. En er is geen andere plek nu op dit moment in de afgelopen 10, 20 jaar dat er een carousel eigenlijk voor de kinderen beschikbaar is. Dus dat hebben we voor dit jaar eigenlijk bewerkstelligd. En dat is een prestatie op zich. Wat, en laatst zag ik ook dat er niet alleen de jongeren ervan genieten. Ik zag ook een paar ouderen ervan genieten. Dus ik ben heel blij dat we die Christmas spirit, Cash Fair, helemaal in kunnen brengen. Oké, First Lady, toch nog deze vraag. Als u als First Lady, de persoon First Lady, toch moet kijken en zegt, dit is wel een dieptepunt geweest. Wat zou u dus dan prikken als een dieptepunt in Suriname? Of vanuit uw zicht als First Lady van, hey, dit vind ik wel een dieptepunt. Hieraan moet ik wel aandacht geven. Ik denk dat als mens, ieder ervaring is weer een leermoment. Ik zie het zo, dat is mijn levensinstelling. Is dat ieder ervaring, of het nou positief is of het minder is, is een leermoment. Het is een leermeester. Dus ik kan niet je eentje zo halen, want het zijn allemaal leermomenten om beter van te worden. En dat is mijn instelling als mens. En dat is wat ik in het leven, wat ik volg in het leven. Ieder moment is een leermoment, of het nou positief is en of niet positief of minder positief, zeg maar. Het kan een uitdaging zijn en een uitdaging aangaan, toon je je kracht. Hoe kijkt u naar het jaar 2024? 2024, zoals de president heeft aangegeven, we moeten het allemaal gaan merken in de zak. En ik zie goede vooruitzichten. Zoals hier, er is veel meer investering, er is veel meer positiviteit. Dus ik zie alleen vooruitgang voor de komende jaren. En toch nog een korte boodschap naar de samenleving toe? Ik zou zeggen, wat ons sterk maakt, wat je eigenlijk kan tonen als kracht, is dat wanneer er iets minder gebeurt, is hoe snel je opstaat. Hè? Hoe snel kan je het omdraaien in iets positiefs. En dat noemt men veerkracht. Hoe snel kan je weer opstaan? En ik zou zeggen, we hebben mindere momenten gekend. We zijn door een financiële dal gegaan. Maar we zijn eindelijk allemaal, zien we de positiviteit. Internationaal. En als internationaal IMF je een compliment maakt, broer, dan moet je weten, we hebben allemaal geofferd daarvoor. Maar het is wel verdiend. En nu moeten we naar de betere tijden.